6000 megawatt op wind op land is haalbaar, mits iedereen alle randvoorwaarden weet in te vullen. En vooral de overheid heeft daar een hele belangrijke rol in. Nou, randvoorwaarden als beschikbare locaties, participatie vanuit de overheid richting de omwonenden en andere belanghebbenden in de regio. De uitdaging is natuurlijk het NIMBY-effect, het Not in My Backyard. Maar daarvoor moet je zorgen dat je met mensen meewerkt en mensen duidelijk maakt wat het nou echt betekent en wat het ook voor hun kan betekenen in positieve zin. Nou, draagvlak creëren doe je door vrij vroeg stadium heel open en transparant met mensen in contact te gaan. Duidelijk te maken waar de positieve kanten liggen, maar ook waar de negatieve kanten liggen. En vooral van daaruit samen te kijken naar hoe je die het beste kunt invullen. Wij van Delta Energy zien windenergie als een van de drijvers om duurzame agenda te halen. Het behalen van de doelstellingen voor de regering, zowel als voor de volgende generaties, is erg belangrijk. En wij brengen kennis, kunde en samenwerking naar de tafel. Nou, waarom krijgen we de Nederland niet voor elkaar? Omdat Nederland natuurlijk een heel klein, dichtbevolkt land is, waar redelijk snel omwonenden last kunnen krijgen of in ieder geval hinder kunnen ondervinden van windmolens. Daarom wordt het moeilijk om alleen met windenergie het voor elkaar te krijgen. Maar ik denk als je eens kijkt naar de omgeving waar we vandaag staan, de zon die er ook is, het water waar we ook dichtbij staan. We hebben zoveel andere bronnen waar we uit duurzaam energie kunnen opwekken. Alles moet ontwikkeld worden en als we dat doen, hebben we het vrij snel voor elkaar om ook Nederland 100% duurzaam te krijgen. Maar mensen moeten naar het congres toe komen, omdat we daar met elkaar als de eerste stap zetten in het debatteren over hoe gaan we dit realiseren. Samen zijn we sterk.